Welkom bij NL Magazine Going to the Movies met Patrick van der Wijk en Maurice Harout. En vandaag zijn wij geweest naar Wonder Woman. Ja. Wat ik het voor vond? Ja, wat vond je ervan? Ja, wat we daar eens over hebben. Een leuke film, wel veilig gemaakt, omdat er toch heel veel dingen geleend zijn vanuit de Marvel Universe. Klopt. Ik vond een soort Captain America in het eerste deel en dan een beetje remake van met de vrouwelijke hoofdrolspeler. In plaats van de Tweede Wereldoorlog, Eerste Wereldoorlog. En dat was... Maar daardoor was het wel een leuke film. Ook ja, dus een bekend gevoel als je in de bioscoop zit, dat je denkt... Nou, het keek lekker weg, vond ik. Ja. Hey? Ze gingen ook met het verhaal aardig de diepte in, vond ik. Ja, en ook wel wat afgelopen door. Ja, daar is ook niet bespaard, vond ik. Ze zijn niet snel doorheen geroust. Door die nee. Dat was goed. Ja. Maar wat je zegt, heel veel Captain America. Het hele verhaal. En ook met dat op een gegeven moment zo'n klein groepje met allemaal vrienden. Die helpen dan elkaar. Dat was bij Captain America ook precies hetzelfde. Gegroepeerd opgebouwd. Ja. Dus de scènes in een bos, scènes op een secret base, het eindigt met een groot vliegtuig. Ja, dat is en, het, ja. Heb je Captain America 1 gezien, dan heb je deze ook gezien blijkbaar. Ja. Alleen met vrouwelijk vorm. Ja, dat is wel duidelijk. Dus de lancering van de vrouwelijke heldin, dat is heel duidelijk. Ook met die Amazons in het begin, dat die vrouwen pittig waren. Ja. Dat was wel leuk. Dus het was wel ook mooi vormgegeven, al waren sommige scènes toch wel vrij... Goed te zien dat het allemaal heel goed geanimeerd was met de computer. Ik vond de CGI niet heel sterk. Er zijn best wel dingen bij. Zeker soms ging het heel snel en zag je heel duidelijk die CGI voorkomen. Ja, de vliegtuigen zag je ook duidelijk. Ja. Nou, zeker in het begin dat eiland waar de Amazons woonden, daar merkte op. En toen, maar dat vond ik wel prachtig vormgegeven. Ja, dat is mooi. Ja. Dat is prima. Ik vond het meer met de lasso die ze gebruikt is veel acties. Dat ik denk, nou, dit ging even net te snel, even net te veel geanimeerd. Dat is een origin story toch voor haar. Ja. Dat was duidelijk, omdat ze wil natuurlijk die Justice League toch uit de... Dat is goed neerzetten natuurlijk, ja. Dus dat is hetgene wat interessant is. Ik denk als je... ik vind wel dat DC, omdat ze veilig hebben gespeeld, hebben ze nu wel op zich kwalitatief een goede film neergezet. Dus, het is ook een succes aan het worden. Ja, dus wat dat betreft is het een goede kick-off. Ze moesten toch wel wat doen, want... Naar Superman. Ja, Superman. Ook de Batman vs. Superman werd ook niet zo goed ontvangen. Het is een rommelige film. Ik vond Suicide Squad nog wel meevallen. Maar die werd ook niet zo slecht ontvangen, volgens mij. Nee, maar het probleem was dat hij in de trailer heel veel van de plotlijn al had laten zien. Ja, maar toch was dat niet een succes. Ja, ik vond het een leuk film. Ja, maar geen teleurstelling. Nee, want dat vond ik juist een hele goeie. Ja. Het was helemaal alleen de Will Smith erin speelde, vond ik. Dat maakte hem net even te commercieel eigenlijk. Ja. Die hadden ze eigenlijk moeten weglaten. Maar nee, volgens mij wil ze doorgaan, want ze willen nu een vrouw. Ze willen dus die Harley Quinn samen met nog een paar van die evil dames. Ja, die speelde ook, dat was ook de beste speler die erin zat. Ja, duidelijk. Die droeg de film. Toen. Die droeg de film, ja. Dus, als je alleen Big Willie erin had zit, dan was het niet zo Was weer 10 in de zijn geweest. Ja. Dus dat is een uitstapje, maar... ik denk dat deze film op zich Wonder Woman goed heeft neergezet als personage. Dus je weet nu wie het is. Want toch bij Superman kwam zo uit of de Blue zag opeens... Hey, Wonder Woman staat hier al te redden. Ja. Wie is dat? Ja. Dus dat is goed. Niet bijst origineel. Nee. Maar gewoon, wat ik zeg, ze veilig gedaan. En ze hebben weer een vrouw proberen. Net als eigenlijk Star Wars een beetje mee begonnen natuurlijk. Met die ook met een heldin heel groot te maken. Nee, niet. Zouden we zo niemand moeten vragen. Ja. Toch? Nee, maar dat is heel duidelijk. Maar daar zag ik duidelijk bij dat hij het al mee begon. Ja. En natuurlijk, je hebt natuurlijk ook al Scarlet Woman in de Marvel scene, maar die heeft geen aparte film nog gehad. Nee. Dus, leuk dat dit... Heb jij nog gemerkt dat hier nog een opzet in zat voor een ander karakter? Dus ik even te kijken, want ik zag hem niet. Normaal gesproken doen ze in die films, zetten ze nog wel iets van een voorzetje voor andere karakteren. Ja. Maar dat heb ik bij deze film gewoon gemist. Nee. Ik ben benieuwd of jij het gezien hebt, maar ik heb het niet gezien. Nee, maar in elke film kan ik me herinneren dat er wel ergens een opzet zit voor een ander personage. Ja, nu niet, want ik zag wel natuurlijk de connectie met Bruce Wayne, want dat is duidelijk. Klopt. Het begon met een briefje van Bruce zelf. Ja. Dus het is niet echt spoiler. Het is niet echt zelf gespoilerd. Nee, we gaan niet te veel... We hebben al vrij veel gespoilerd hebben, hoor. Ja, maar... Wat dat betreft... Okay. Maar ja, wat verwacht je van deze twee mensen? Ja, maar je doet altijd wel een beetje in. Maar je kan nog steeds naar de film gaan en verbaasd zijn, denk ik. Dat klopt. Nee, maar het is ook een leuke film om naar de bioscoop voor te gaan. Ja. Dat is het ook zeker niet. Dus ik zou zeggen, ga ook. Hij is 3D. Ja. Dus dat is ook wel leuk. Brilletje op. Brilletje op, prima. Nou, cijferen. Ja, omdat ik hem al een keer gezien heb, dat gevoel heb ik heel erg, geef ik hem een 7. En bij mij komt hij niet hoger dan dat. Ook al vond ik hem erg leuk om naar te kijken. Het was een te bekend gevoel, had ik in de bioscoop. Ja, dat dus hij komt bij mij niet hoger dan een 7. Eigenlijk heeft mij een half puntje meer, 7,5. Okay. Omdat ik een leuke middag had gehad. En omdat ik best wel teleurgesteld ben met voorgaande DC-films.
geef ik dat half puntje meer. Ja, ja, maar niet origineel. Op basis van de vorige. Ja, ja, maar ja, dat is altijd dat zit erin. Ja. Dus, nou, bedankt voor het kijken weer, dan zou ik zeggen. En tot de volgende week en tot de volgende film. Ja, bedankt. Doeg.